Wie gaat hier de meeste punten verzamelen voor hun vereniging? Het is in ieder geval I.D. Schepers die een hele goede start gemaakt heeft. Met op een tweede positie Isha van Dinter. Maar wie komt daar binnen door? Het is de 46 Femke Gerritsen van Nuland. Die nog steeds op een derde positie legt. En is op een tweede positie Isha van Dinter. I.D. Schepers die zit nog steeds op de koppositie. Dan krijgen we toch een heel klein gaatje naar de plaatsen 2 en 3. Of 3 en 4 moet ik zeggen. En wie gaat er dan met de derde positie vandoor? Het is nog steeds Femke Gerritsen. Maar daarachter is de nummer 80. En dat is Sam van Os. Maar wie gaat de meeste punten meenemen? Het is I.D. Schepers die het bijna niet meer kan omgaan. Maar goed, je weet het nooit. Je hebt nog een bocht en 3 bulten. En het allerlaatste stukje. Maar de rietwinst gaat inderdaad dan naar I.D. Schepers van het SSE Dream Team. Boys, 9 jaar dan, dames en heren. Ik ben misschien nog even vergeten te vertellen dat er nog een leuke prijs wordt uitgedeeld aan de vereniging die het meeste lawaai maakt. En dat is in ieder geval een eervolle vermelding aan het einde van deze dag. Dus...